Opslag. De paarden ook niet belangrijk. De mooie paardenstallen. Bang. Hier de vergaderzaal. Niet belangrijk. Nu komen we een belangrijk gedeelte. Schietgaten. Ja, schietgaten. Dus we moeten zo snel mogelijk een rotlijn geven. Als schietgaten deur komt de rusje. Snel. Kijk, zo een rusje. En dan gaan we snel naar boven toe. Snelste rondleiding ooit, ja. Go. En de chip. En dan gaan we naar boven. Hier kunnen naar boven toe. Zo. Prins. En hier nog. Dat is al niet belangrijk. Hier kan je ook schieten vanaf boven staan, kanon en je weet al, bam. Bam, hier prompel Max dan in en dan schieten we hem af. Met spullen in of niks, ja. Oké, hier zijn allemaal oors met ovens en crafting tables. Dat was het eigenlijk. Hier is heel veel leeg en dacht aan de toren. We gaan snel weer naar beneden en dan gaan we snel de huisjes laten zien. Woe! Want ja, het fort is niet belangrijk. Hier het gevolgd heeft knap. En nou komen we weer buiten en nu gaan we rustig aan doen, want het fort was heel groot en dan kunnen we niet alles laten zien, dus we gaan alleen maar dit wel rustig bekijken, want het fort is zo groot en niet echt veel belangrijk, dus ja. Nou Dennis, als er de alf is, komt daar zeker. Ga eens wat vertellen over je huisjes. Ja, hier is de mooie houthakkerij, het plankje. Ja, heel mooi. Geen idee, heel mooi, hele goede inrichting. Houtzagerij zonder hout, ja. Goed ja. Dennis, ja. Klopt. Zo een houtzagerij beginnen zonder bomen of houtje. Ja, er is een zaagplekje. Ja. Hier en dan komen die planken eruit. Oh, ja. Ja, maar wat is dit? Dus ja, stil. Dit is de Osamaje smederij voor al je oors, voor... Ja. Ja. Een lege zolder, ja. Ja, klopt. Ja. Hele lege zolder. Zeer mooi ingericht. Koop voor 30 diamond blocks. Neem contact op met... Mag je thuis kopen? Moet je bij Smurf Dennis 201 zijn? Ja. 13. Daar zijn verzendkosten niet bij. Verzendkosten. Nu 21% BTW komt erbij. Ja. Wat zijn hierbij? Een huisje met een tunnel. Ja, met nog niks erin. Geen idee waar dit voor moet gaan dienen. Ja, zeker. Een huisje waarvan ik nog niet weet wat voor moet gaan dienen. Deze kingdom, wat doe je me aan? Waarom lag je tijdens mijn opname? Wat is dit? Ik vind dit niet normaal, jongen. Ik vind dit helemaal niet normaal. Moet ik de politie... Ik zou even voor je gaan dansen. Oh, en nee, dat is weer. Ik dacht... Yo, en dan gaan we verder. Politie bellen, dat is mijn microfoon. Jo, en dan gaan we verder. Okay. En dan zien we daar... huisje. Nog een huisje, holy shit Dennis. In een dorp huisje. Ja, een huisje in een stad, een huisje. Wauw. Met deur nog wel. Yep. Met deur. Volgens mij is het meer zo'n dorpje waar alles zo blunder. Ja. de dat huisje is te koop. Stuur. Mm-hmm. Ik heb een MPA, dan lijkt het. Ik zeg niet dat het al klaar is. Heb jij een oog weer? Wat de fuck doe jij nou weer? Nee, nou? Het is een Silios, is het natuurlijk al die pad. Doe me gewoon een zwart balletje voor. Ja. Mag je in opname, je mag niet meedoen. Oh my god, het is een Silios. Oké, dan gaan we verder. En dan komt hier de handelsplek waarschijnlijk voor Eredom. Ja, waarom lag ik, jongen? Wat is dit? Ja, Max, laggen met Max. Oh, dit is nieuwe serie. Dit handelspleintje, ja. Mooi handelspleintje. Handelspleintje waar nog maar één verneukt kraampje staat. Ik neem altijd de video's op wanneer ze net dan bezig zijn met bouwen. Yep, ik zeg, kom over een paar... Weken terug. En dan kan je kijken bij Zeplios in zijn goede houding. Ja. Want voor degene die het nog niet wisten, deze stad gaat Zeplios heten. Ja. Als we 10 reacties krijgen met hashtag SmurfDennis, dan gaan we dan een keer hier maken. Yep. Oké. Maar dat was het dan. Dit jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende dag. Ciao.